U bent natuurlijk een pleitbezorger van natuur geworden deze week, omdat u maatregelen heeft genomen met het kabinet, althans aangekondigd, die zouden moeten leiden tot een betere natuur in Nederland. We doen even een klein testje. Kijk maar eens even wat voor beestje wij hier, wat voor bedreigde diersoort wij hier gaan projecteren aan tafel. Wat zien wij hier? Salamander. Een salamander. Ik ren altijd weg als ik dit soort beestjes zie. U rent weg. Of u rijdt er overheen. Nee. Maar zou ik zeggen, het is een levend barende hagedis. Staat onder druk. Volgende, jongens. Daar hebben wij, mevrouw Bromet, het moet u weten. Ja, is wat? Het een blauw vlindertje? Een blauw vlindertje. Het is een vlinder, ja. Ren je dan ook weg? Ja, nee hoor, nee, schattig. Ja, het is een gentiaanblauwtje. Staat ook onder druk. Ja. En dan mijn persoonlijke favoriet. Kijk nou eens even, wat een schatje. Dat is een... Een grutto. Je hebt in de polder gewoond. Hoe kom je erop? Nou, het lijkt er misschien een beetje op. Oh, het is een bul. Ik denk dat het een bonte strandloper is. VVD zwijgt wederom. Nee hoor, het zal. Ja, oké. Maakt niet uit. Dames en heren, laten we het serieus aanpakken. Deze week heeft D66, uw coalitiepartner, bijna met een sardonisch genoegen in de Kamer aangekondigd. Die maatregel van 130 naar 120 is eigenlijk een amuse. We zitten te wachten op een zevengangen diner. En dat zal niet altijd even smakelijk worden voor alle partijen. Wat vond u van die toon? Nou, kijk, ik heb zelf natuurlijk ook bij dit probleem liever dat het een eenpansmaaltijd is, waar je gelijk alle maatregelen hebt die ook in één klap zorgen dat het probleem uit de wereld is. Ik weet van meet af aan al dat dat niet gaat lukken. Ik vond voor de rest de vergelijking niet helemaal gepast. Er ligt echt wel een paar forse maatregelen deze week. Dus om dat als amuse af te serveren, stelt echt wat voor. Maar wat ik zeg, het sardonische genoegen. Hij genoot ervan dat u pijn leidt. Het staat ook weer in die Telegraaf, zetelzakken weg. Ja, ik hou tegelijkertijd vast aan het feit dat er ook balans zit in dat pakket. Die maximumsnelheid, ja, hij doet voldoende om de woningbouw in ieder geval aan de gang te houden. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Maar tegelijkertijd knelt het bij de boeren. En daar hebben we ook verlichting op geboden. Dat ook de boeren die willen uitbreiden daar weer de ruimte voor krijgen. We gaan het hele minuutje dus van deze D66 die zeven gangen gaan we even afwerken. Laten we eerst even beginnen bij u, mevrouw Bromet. Die hele maatregel om van 130 naar 100 terug te gaan. Dat staat of valt natuurlijk bij handhaving. Want ik heb al overal voornemens gehoord. Ik hoorde van Nieuwhuis zegt, ja, we gaan niet meer controleren. Politie zegt, we hebben geen capaciteit. Dus we blijven gewoon lekker planken. Ja, dat kan. En dat betekent dat de stikstofuitstoot niet naar beneden zal gaan en dat er geen ruimte komt voor woningbouw. Ja. Wat stelt u voor? Nou, controleren. En ik zou zeggen, ik vind het ook halfslachtig om alleen overdag te kiezen voor 100 km per uur. Ik zou zeggen, doe het ook 's nachts. Dan kan er 20% meer gebouwd worden. Maar eerst even dat controleren. Moeten er bijvoorbeeld meer controles komen? Moet er trajectcontrole, 100% pakkans? Ja, waarom niet? Ja? Op alle snelwegen? Ja. Verdient zich terug? Ja, daarom. Voorstel GroenLinks, trajectcontrole op alle snelwegen? Ja. Volgens mij moeten we de controle gewoon blijven doen zoals nu. Dus dan kijk je ook waar is het verkeer onveilig. En het is ook zo, gelukkig maar, dat heel veel mensen in Nederland zich gewoon aan de wet houden. Natuurlijk is er wel eens iemand, als je ergens 130 mag, die nog harder gaat. Maar ook op die plekken waar je... Kijk je wel eens om je heen in de auto? Ja. Iedereen gaat afkant op. Nee, dat is echt een karikatuur. Okay. En ook op die plekken waar je 100 mag, ook zonder trajectcontrole, houden de meeste mensen zich gewoon aan die snelheid. Ook al is het. Ja. Maar omdat heel veel mensen denken, ja, ik wil toch ook niet het risico lopen. Maar u zegt, we gaan niet meer controleren. Dus volgens mij moet je... Nou, dat gaat de minister... Die gaat dat nog uitwerken. Dus kans is heel klein, dus we kunnen lekker blijven planken. We gaan even naar het voorgerecht. Huizen bouwen. Het was allemaal bedoeld om huizen te kunnen bouwen. Wat mij verbaast is dat je dus een kleine maatregel als een beetje minder hard rijden, dat je ineens 75.000 huizen kan bouwen. Dat gaat wel heel makkelijk. Ja, dat komt eigenlijk omdat bij de huizenbouw komt tijdelijk stikstof vrij als je ze bouwt door de machines die je gebruikt. Er is ook een permanente stikstofuitstoot van mensen die hun auto's parkeren of met auto's daar naar die nieuwe woonwijk gaan. Maar het is een hele kleine bijdrage aan het stikstofprobleem. Dus je hebt ook maar een kleine maatregel nodig om dat op te lossen. Oké, nou, dan hebben we dat voorgerechtje eigenlijk gehad, hoofdgerecht. Dat is natuurlijk de boeren. Daar moet een grote klap komen. Wat gaat er gebeuren, wat u betreft? 45% van de stikstofuitstoot komt uit de veehouderij. Ja. Dus niet boeren in het algemeen, maar uit de veehouderij. En als je dit probleem bij de bron op wil lossen, dan zul je dus ook moeten ingrijpen in het systeem van de boeren. VVD komt, het kabinet komt eigenlijk met vrijblijvende voorstellen.
Nee, niet vrijblijvend, maar wel om de keuze van de boer vrijwillig te maken. En ik denk dat dat ook noodzakelijk is, want we hebben urgent deze crisis op te lossen en te zorgen dat er minder stikstofuitstoot is. Als je dan allerlei verplichtende maatregelen uitstort over boeren, nou, dan hebben we gezien wat er gebeurt. Hè. Als eerste komen de trekkers naar het Malieveld, maar er gebeurt niks. Iedereen zal in beroep gaan, de rechtbank raken verstopt. En wij zeggen, als je nou maatregelen klaarzet die de boeren faciliteren, die ze die in regelgeving meer mogelijk maakt. Hè. Er zijn tal van innovaties en technieken waardoor je minder stikstof uitstoot. Maar soms zitten er belemmeringen in de regels. En de andere belemmering is, als je ze in wilt voeren, moet je investeren. Maar daarna verdien je geen euro meer, want je hebt hetzelfde aantal dieren. Dan moet je dus met subsidies zorgen dat die investeringen gedaan kunnen worden. Want dat voorkomt een gang naar de rechter en het helpt veel sneller het stikstofprobleem op maar te lossen. Maar toch even die vrijblijvende. Minister-president zei van de week in een interview, misschien moeten we dat wel wat minder vrijblijvend hier en daar maken. Als een boerenbedrijf tegen een natuurgebied aanzit, moeten we ze uitkopen en misschien ook wel dwingen. Volgens mij is de beste keuze die je kunt maken, en ik ben blij dat het kabinet dat ook van de week zo in die brief heeft gezet, je moet eigenlijk drie goede regelingen hebben. Je moet er eentje hebben voor de boeren die toch al overwegen om te stoppen. Zorg dan dat het een aantrekkelijk aanbod is, zodat je ze nu verleidt om die stap te zetten. Sommigen zitten in de plek in de weg bij natuurgebieden. Dan kan verplaatsen een optie zijn. Soms kiezen boeren daar ook zelf voor, omdat ze zeggen, ja, ik wil ook naar een plek waar ik gewoon weer... Goed, maar als ze het zelf doen, dan hebben we geen discussie. Maar dan moet je ook een goede regeling hebben. En hetzelfde geldt, als ze in de weg zitten bij een natuurgebied, dan is er een derde optie, en dan hoef je niet te verplaatsen. Dan is het, maak de investering mogelijk om de voortaan daardoor te boeren op emissiearme wijze. Er zijn tal van technieken waardoor je minder stikstof uitstoot en op die plek ook door kunt gaan. Als VVD ook voorstelt, hef het natuurgebied op. Kunt u ook doen, hè? Kijk, de VVD heeft nu een half jaar gedaan om een snelheid overdag van 130 naar 100 te krijgen. Dit probleem met die boeren is heel groot. Je zal maar boer zijn en zitten te kijken naar huilende VVD'ers die niet meer 130 kunnen rijden, terwijl je weet dat jouw eigen bedrijf bedreigd wordt en je misschien wel weg moet gaan daar waar je al generaties lang boert. Ja. Het gaat wel gebeuren in heel veel gevallen. En zo eerlijk moet je ook zijn. En je moet proberen een plan te maken waardoor die landing voor die boeren zo zacht mogelijk is. Maar er is nog geen begin van een plan. Want als ik het ook luister naar het verhaal van de heer Harbers, dan gaat het weer over allerlei technische maatregelen waarvan we de afgelopen tientallen jaren al geprobeerd hebben om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. Er ligt een voorstel op tafel om boeren verplicht ander voer aan hun beesten te laten geven. En dat is een doodlopende weg. Als je de stikstof naar beneden wil krijgen en weet dat 45% uit de veehouderij afkomstig is, wij als Nederland 80% exporteren van ons vlees en onze zuivel, dan moet je daar ingrijpen en daar moet je ook eerlijk over zijn. Want even, wat er nu opgehaald wordt met de kabinetsplannen, dat wordt in mol gerekend, een van de chemische eenheid. Ze halen een paar mol binnen en het moet 120 tot 150 zijn. Het is... Het is nog geen 0,5% van de oplossing. Van alles wat ze moeten hebben. Ja. Nee, het is op dit moment. Hè, kijk, en daarom heeft het even geduurd met die snelheidsmaatregel. Ik heb 2 maanden geleden al gezegd, in of bij natuurgebieden, prima is daar met ons over te spreken. Maar dit is een voorbeeld waardoor je even ook de tijd nodig hebt. Want je moet alles wat je wint aan stikstof overal in het land door die snelheid, dan moet je wel weten of je daarmee bijvoorbeeld die woningbouw vooruit krijgt. Dat is gewoon een enorme puzzel geweest voordat je precies weet welke woningbouw is er dan mogelijk. Anders moet je die maatregel niet nemen. En het andere is op het deel van de boeren. De tranen komen vooral bij boeren als ze denken, ja, maar die hele politiek gaat mijn bedrijf onmogelijk maken. Inderdaad, dat familiebedrijf wat soms al generaties in de familie is. En dan zal je maar opeens horen van partijen, ook GroenLinks, ja, uiteindelijk moet de veestapel gehalveerd worden. Terwijl je weet dat het ook met nieuwe technieken kan om die veestapel net zo groot te houden, maar veel minder stikstof uit te laten stoten. En als we, weet je, ook daar is het weer zo logisch. Als je nu probeert bij de bouw een recessie te voorkomen door de bouw aan de gang te houden, ja, dan moet je niet aan de andere kant de landbouw gaan beknotten. Want dan komen bijvoorbeeld de bedrijven die vlees verwerken net zo hard in de problemen. Ja. Krijg je langs die kant de recessie weer. Ja, ik zou veel liever het gesprek met de VVD voeren over welke boeren willen we nou houden in Nederland. Er zijn boeren ontzettend goed bezig met natuurbeheer, met het boeren van de toekomst, circulair. Boeren. Maar we hebben ook te maken met hele grote megastallen in Brabant, waar hele nare randjes aan zitten, waar bewoners last hebben van stank, van dierziektes. En in plaats van dat we het gesprek voeren over wat voor veehouderij willen wij nou eigenlijk
eigenlijk hebben in Nederland, gaat het weer over allerlei technische snufjes die boeren op kosten jagen en die boeren verder in de race to the bottom dwingen, waar ze de afgelopen jaren al door de VVD ingebracht zijn. Het is een valse tegenstelling door te zeggen, aan de ene kant moet je naar kringlooplandbouw en dat ziet er romantisch uit en dat is een koe in de wei en dat willen we met elkaar en we willen geen megastallen. Er zijn net zoveel grote stallen die geen uitstoot hebben van schadelijke stoffen. Sterker, die daar beter in slagen omdat ze de schaalgrootte hebben, waardoor die investeringen ook mogelijk Maar als werden. Ze het voer uit Brazilië halen en wij ons zorgen maken over de kap van de regenwouden, dan mogen we ons dat als land aantrekken. En dan betekent het dus ook dat die bedrijven die op die manier hun dieren voeren, geen toekomst hebben in Nederland. Want even dat punt van dat veevoer. Het kabinet wil niet verplichten dat ze andere koeken gaan eten, die koeien. Waarom zou je dat niet gewoon verplichten? Nou, wat het kabinet zegt is, wij gaan voorschrijven dat de dieren voer moeten krijgen, waardoor bijvoorbeeld minder eiwit op een andere manier wordt aangevoerd, waardoor er uiteindelijk minder stikstof komt. Maar we gaan niet voorschrijven welke voersoort dat precies moet zijn. Het is eigenlijk net als met die snelheidsmaatregelen. Die worden niet gecontroleerd en het voer wordt ook niet gecontroleerd. Ik heb er genoeg gesproken de afgelopen week die er allerlei ideeën over hebben. Die zeggen, als je dat doel voorschrijft, daar weten we echt wel raad mee. Dat kunnen wij op een hele goede, diervriendelijke manier invullen. Dan is het ook het stukje vakmanschap van de boeren wat je daarin de ruimte moet geven en niet vanuit de overheid weer precies moet gaan voorschrijven van het mag dit voer wel zijn en dat voer niet. Maar het blijft interessant dat als je de cijfers die het RIVM afgeeft, wat je wint met deze kabinetsmaatregelen, een paar mol, terwijl je er 150 nodig hebt, je komt er gewoon niet aan. Ik bedoel, iedereen die kan cijferen zegt, dat is nog niet eens een tiende van wat je nodig hebt. Klopt, er moeten nog een paar dingen meer gebeuren. Ik zeg niet dat er niks moet gebeuren in de landbouw. Ik zeg wel, maak dat mogelijk op een manier dat boeren in de meewerkstand gaan. Omdat je ze de financiële ondersteuning erbij biedt. Omdat je in regelgeving die dingen die ze nu nog niet mogen om stikstof te beperken, om die mogelijk te maken. Er is een derde ding wat moet gebeuren. Dat is bij de natuur. Er wordt fors geïnvesteerd om de natuur te versterken. Dat is de allerbeste bronmaatregel die je kunt nemen. Want dan heb je ook minder problemen. En er wordt ook natuur opgeheven, toch? En wij zeggen ook, doe dat verstandig. Dat zegt het kabinet nu ook. We hebben 166 van die natuurgebieden in Nederland. Natura 2000. Ja. Waarbij we weten dat op sommige plekken, zelfs als je alles daar in de omgeving weghaalt, aan bedrijven, woningen, wegen, dan nog redt dat natuurgebied het niet. Ja, dan moet je zo eerlijk zijn om te zeggen, dit kan niet. En kijk dan op een andere plek waar je een beter natuurgebied hebt. Of vindt je daar niet? Ja, dat is heel gek natuurlijk. Deze hele crisis is ontstaan omdat de natuur niet goed beschermd wordt. En dan is de oplossing van de VVD, dan gaan we die natuur nog slechter beschermen. Okay. De VVD heeft de afgelopen 10 jaar helemaal niets gedaan aan natuurbehoud in Nederland. 75% van het budget is wegbezuinigd. De verbindingszones tussen de natuurgebieden zijn geschrapt. En nu is het slecht met de natuur gesteld en is de oplossing van, nou, dan halen we het etiketje erop. Nee, het is realistisch zijn bij datgene wat je echt kunt bereiken in Nederland. Want anders loop je over 5 jaar, over 10 jaar weer tegen deze muur op. Jongens, we doen nog even dessert voordat we eruit moeten. Dessert is wat mij betreft de luchtvaart. De vraag is natuurlijk, gewoon laten we het op tafel gooien. Gaat Lelystad open wat de VVD betreft? Wat ons betreft wel. Ja. Al is het ook al om de druk op Schiphol te verlichten. Dat is wel wat ook jarenlang natuurlijk tegen de omwonenden van Schiphol is gezegd. Maar D66, uw coalitiepartner, zal hier niet blij mee zijn en de ChristenUnie ook niet. Er komt nog een advies over stikstof in de luchtvaart. Maar hier is het wel zo dat als er één sector is die weinig aan ons nationale stikstofprobleem bijdraagt, is het de luchtvaart. Want dat merk je eigenlijk alleen in de omgeving van een luchthaven. Daar komt er stikstof vrij. Daar kun je ook weer heel veel maatregelen nemen waar Schiphol ook al naar het kijken is. Bijvoorbeeld vliegtuigen elektrisch laten taxiën in plaats van op hun kerosine. U zegt boven de 900 meter heb je eigenlijk geen last van vliegtuigen. Wat er dan gebeurt, en dat zit ook gewoon in de internationale richtlijnen, is het vervliegt daar in de hogere luchtlagen. Ik zeg niet dat het geen probleem is, maar het is niet een probleem nationaal. Kijk, we hebben ook stikstof uit het buitenland wat hier neerslaat. Daar gaan wij gewoon al van uit. Dat kun je niet aanpakken. Maar toch even een duidelijke uitspraak van de VVD hier aan tafel. De VVD zegt, wij accepteren in dit kabinet niet dat Lelystad niet open gaat. Nou, wij zijn voor de positie van de luchtvaart en wij spannen ons in om Lelystad open te laten gaan. Spannen zich in is zachter. Weet je, dat gaan we allemaal de komende maanden zien. Er komt dat advies van Remkes, maar wij willen dat dat open gaat. Er ligt aan kant-en-klare luchthaven die ook kan zorgen dat de druk op Schiphol net wat verlicht wordt. En ook hier weer, wij verdienen zo ongelooflijk veel geld met elkaar hier in Nederland, omdat wij fantastische verbindingen hebben met de hele wereld. Daar komen heel veel bedrijven op af. Wat en dat is ook zegt weer nodig om al die andere dingen die we met elkaar willen, goede zorg, goede sociale zekerheid, om dat met elkaar te betalen. Ja, de boeren zullen dit moeten gaan betalen straks.
Nee, we hebben een klimaatafspraak van Parijs. We zullen minder moeten gaan vliegen. Het is niet alleen het stikstofprobleem, het is ook het klimaatprobleem. Het is idioot om in deze tijd nog een nieuw luchthaven te gaan openen. En ja, die stikstofruimte zal ergens vandaan moeten komen. Dus of bij de starters die nu hun huis zoeken, of bij de boeren die hun bedrijf zullen moeten opgeven. Nee, het is bij iedere sector kijken wat je kunt bijdragen. En ja, de luchtvaart kan bijdragen. Ik noemde net al een paar mogelijkheden waar ook Schiphol naar kijkt. Maar de oplossing is niet om te zeggen alles wordt minder. De oplossing is om te doen wat we in Nederland al eeuwenlang doen, voor alles een betere oplossing bedenken, een betere techniek bedenken. Behalve voor de natuur dan, hè? Waardoor je ook niet, ook uiteindelijk, GroenLinks is erbij geholpen, hoor. Als we elkaar geen rat voor ogen draaien dat al die natuur in Nederland altijd vooruit gaat. Want dat doet die natuur niet. Dan kun je veel beter kiezen voor een paar gebieden waar het echt vooruit gaat. Welke gebieden zijn dat dan? Want ik denk dat de oplossing vooral niet is dat jullie heel snel in een kabinet samen gaan zitten, als ik het zo hoor. Dus ik denk dat dit kabinet wel wat meer GroenLinks kan gebruiken, De uitnodiging lag er 2 jaar geleden. Oké, ik dank Mark Harbers en Laura Bromet.